maand na het Songfestival, of na de Songfestivalwinst eigenlijk, is Duncan Lawrence vanochtend gehuldigd in de stad waar hij is opgegroeid, in Hellevoetsluis. Zijn ouders, vriend en oud-leraren waren in het gemeentehuis aanwezig en Duncan maakte ook bekend naar Amerika te gaan. Familie, oud-docenten en ook de vriend van Duncan Lawrence zitten vol spanning te wachten op de Songfestivalwinnaar. Zo'n huldiging is voor Hellevoetsluis, waar hij opgroeit, natuurlijk een hele gebeurtenis. Ik wil jou heel graag uitnodigen hier naast mij te komen staan. Eindelijk heb je die huldiging gehad. Voelde dat ook zo voor jou? Eindelijk? Nou, ik ben gewoon heel blij dat we het hier en op deze manier en goed hebben kunnen doen. We hebben gewoon een hele mooie erepenning en dat is de Jan Blankenspeld. En toen hebben we unaniem besloten om die direct aan hem toe te kennen. Ik zag je ook een beetje dat je nerveus was. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit soort dingen spannender als optreden. Die Songfestivalavond, dat ga je toch niet meer vergeten? Dat gaat toch zo'n avond worden dat je zegt, ja, ik weet nog waar ik was. Dat is toch mooi? Dan ben je toch, ja, ik vind dat geweldig. Ja, daar ben ik hem ook echt dankbaar voor. Dat hij dat heeft durven doen. Twee scholen staan dan buiten, de kinderen waar jij vroeger ook op hebt gezeten. Wat doet dat met je? Ja, dat is superleuk en je merkt ook een soort van trots dan bij die kinderen. Zo van, yes, Jacob van Liesveld en jij heb jij ook op gezeten. Dus dat is dan wel heel tof om te merken, ja. Voor de zanger is de nasleep van het Songfestival Circus nog lang niet over. Je gaat morgen naar Paradiso en dan daarna vlieg je naar Amerika. Ja, volgende week ga ik naar Amerika. Dat is puur om te schrijven, dus om nieuwe muziek te creëren. Omdat daar veel schrijvers hebben gezegd, ik vind het gaaf om met hem samen te werken. Betekent dat ook dat je in Amerika voet aan de grond wil zetten? Dat dat misschien ook een mogelijkheid is? Tuurlijk, uiteindelijk hoop je dat je ook op een gegeven moment zo'n vraag in Amerika laat ontstaan. En dat je daar dan naartoe mag. Ja, Aaron, waarom was deze huldiging nou zo bijzonder voor hem? Het was heel intiem. We zaten in dat zaaltje, zag het net, waar ook de huwelijken worden gehouden. En dat zag je ook aan Duncan. Hij was echt nerveus. Hij denkt, god, daar zitten mijn ouders, daar zit mijn vriend, daar zit mijn oud-docenten. Buiten stonden alle leerlingen en die stonden allemaal te juichen van Duncan, kom naar buiten. Nou, die speld trouwens is heel mooi. Dat maakt het cirkeltje ook rond. Het is de Jan Blankenspeld, een erepenning van de gemeente Hellevoetsluis. En zijn overgrootvader, die heeft ooit de allereerste speld gekregen. Nee. Ja, dus dat was ook, dat voelde je ook. Het was een beetje daar het cirkeltje. Waarom had hij hem gekregen? Hij had volgens mij bij de woningbouwcoöperatie 40 jaar gewerkt. Dus dat was een heel mooi moment toen. De gemeente heeft zelf besloten dat hij deze erepenning kreeg. En de familie staan er natuurlijk hartstikke achter. En daarna was het buiten één groot feest. Ik stond tussen de dames van de VVV en het was één groot... Het hele dorp liep uit. Ik vond het eigenlijk wel mooi. Ik dacht in plaats van die rondvaart. En die rondvaart in Amsterdam. Ja, het is een drama. Amsterdam heeft zich zojuist teruggetrokken uit om het te organiseren. Het Songfestival. Ja, ik vind het heel teleurstellend. Ze zeggen er is geen geschikte locatie. De Ik heb net de directeur gesproken, Danny Damman. Die zegt, ja, we wilden wel graag, maar om 7-8 weken de Ziggo Dome vrij te maken. Artiesten als Katy Perry en Pink eigenlijk af te zeggen, dat kunnen we gewoon niet. Toen was er geen alternatief. Ja, dit speelt eigenlijk... Waar gaan we nu naartoe, denk je? Nou ja, Rotterdam heeft nu hele goede kaarten. De provincie Zuid-Holland heeft al 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Den Haag die schaart zich achter. Maar ik vind het wel jammer, Dries, jij ook denkt dat de gemeente al op voorhand, want woensdag worden die bidbooks ingeleverd, geen gooi gaat doen. Dus dat is eigenlijk heel jammer. We kunnen stellen dat Amsterdam wordt het sowieso niet. Ik denk Rotterdam nu. Die heeft goede kaarten. Maar ja, ook Rotterdam heeft toch hetzelfde probleem? Ja, Rotterdam, nou, we hebben Ahoy gevraagd. Alleen op 9 mei staat er een slagerzanger. Dus die heeft veel meer mogelijkheden in die programmering om daar nog wat in te doen. We houden het in de spits, Aaron. Ja.